Nou, misschien is het goed om gewoon van start te gaan. Dat denk ik ook. Er zijn nu 18 man binnen, dus dat is een mooie groep al. Ja, zeker. Ik zie ze langzaam binnendruppelen, ook via GoToWebinar. Nou, en er wordt sowieso een recording opgestuurd aan het einde van deze meetup. Dus het komt helemaal goed. Welkom iedereen bij de tweede meetup van 2021. Wij proberen namens Intelligence Group kennis te delen op deze manier om door elke maand een andere spreker aan het woord te laten. En deze maand hebben we Dirk Meeuws van OnRecruit, een echte data-expert, die ons mee gaat nemen in het effectief aan de slag gaan met recruitment data. Wij zijn enthousiast over deze presentatie, hebben er zin in, hopelijk jullie ook. Dus ik geef het woord aan jou, Dirk. Super. Even kijken of ik het scherm mag. Dan kan ik mijn presentatie delen. Ik kan op dit moment niet volgens mij mijn scherm delen. Kan dat kloppen, Lois? Ja, ik heb het geregeld. Super. Kunnen jullie mijn scherm zien? Ja, zeker weten. Top. Nou, ik ga het vandaag hebben over hoe je nou jouw recruitment data voor je kunt laten werken in plaats van tegen je. Wat wij zien is, dat heb ik ook in het Engels ondergezet, zeg maar, companies that succeed at meeting their analytics objectives, let business goal drive technology, not the other way around. So, dat betekent eigenlijk dat de gevallen waarvan wij zien dat het gebruik van data en alle analytics, zeg maar, initiatieven die ontplooit worden, waar dat succesvol is, dan wordt dat echt vanuit de business gestuurd. En niet van, ik moet weer een heel gaaf tooltje hebben en kan ik hele gave inzichten krijgen. Dus het moet echt vanuit de business case komen. En ik ga jullie de komend uur, en er zullen ook gerust is er tijd voor vragen, meer meenemen in het verhaal van ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar en wat pointers geven. Om even te beginnen, hoe ziet jouw data werkplaats eruit? Is dat zo? Er zit op zich best veel in. Hè? Dus ik zie barbecues, ik zie een fiets, ik zie dozen, verf. Dus volgens mij kun je alles daar wel in vinden. Maar om nou te zeggen dat op het moment dat je wil klussen, dat je weet wat je moet hebben, dat is de vraag. Of ziet je werkplek er zo uit, je datawerkplek, waar je precies weet waar alles hangt, waar het eigenlijk een genot is om te gaan klussen. Dus voor de klussers onder ons. Nou, op het moment dat je het zo georganiseerd hebt, dan is het bijna een koud kunstje, want je hebt alle tools voorhanden, je weet waar ze liggen. En zolang je het ook weer netjes terugzet en ordent, nou ja, is het makkelijker om je zaken voor elkaar te krijgen. En de analogie die ik hier bij werkplaatsen zie, die geldt natuurlijk ook voor je datahuishouding. Dus op het moment dat jouw informatie, je hebt alles, maar je hebt geen idee hoe je dat nou, wat nou bij elkaar hoort en wat je ermee moet, maar voor je gevoel ligt alles al bij elkaar, is het lastig om stappen te zetten. Heb je alles wat meer georganiseerd, dan is het wat een stuk makkelijker om daar je slag mee te slaan. Nou, data-driven, een woord dat veel, veel gebruikt wordt. Waarom nou te zeggen dat het vaak lukt, dat niet. En waarom lukt het dan niet, als je het mij vraagt? Waar ik ook al mee begon, er is vaak geen focus op high-impact use cases. Dus vaak begint het van. We willen weten hoeveel bezoekers op de website zitten. En dat is relevant, maar uiteindelijk gaat het erom: hoe kan ik nou onderaan de streep meer hires opleveren? En welke acties zijn daarvoor nodig om dat te bereiken? Er wordt daarin in dat opzicht ook niet vaak gekozen voor de laaghangend fruit. Dus, en dat is meteen lastig om de hele organisatie mee te nemen. Dan gaan we naar punt 2. Dus op het moment dat je dus niet voor, weet dat, met de kleinste effort het grootste gedeelte van je organisatie meeneemt. Is het lastig om nou, het hele datagedreven cultuur te implementeren in je organisatie? Want de hele organisatie moet ervan profiteren en moet daarin geloven en moet daar ook zijn aandacht en zijn energie op focussen. Op het moment dat het niet zo is, dan blijft dat in bepaalde silo's hangen en is het dus niet breed gedragen en zal het ook de kans tot slagen een stuk minder groot zijn. Wat we dan daarom ook, als je zegt, niet breed gedragen door de hele organisatie zien, is dat er vaak geen architect of, laten we zeggen, data product owner aangewezen is. Het zijn gewoon maar even twee termen die ik noem. Hoeft niet per se zo te zijn dat het zo genoemd is binnen de organisatie, maar er is niemand chief data. Jij gaat het organiseren, jij gaat feedback ophalen vanuit de business. Wat moet er gebeuren? Jij bewaakt de stip op de horizon en zorgt ervoor dat we daar komen.
En alles, last but not least, soms vergeet men dat data een langer termijn investering is en geen korte termijn. Ook al heb je soms laaghangend fruit, ook al heb je high impact use cases, uiteindelijk des te meer data je hebt, des te beter je het opslaat, des te langere, grotere pool aan data je hebt, des te meer je eruit kunt halen. En dus je moet niet verwachten dat op het moment dat je nu begint met data verzamelen, dat je volgende week al de meest toffe resultaten hebt. Het is een langer termijn investering. En het gaat er met name om dat je die optie opbouwt om op een gegeven moment steeds relevanter informatie op te gaan bouwen. Wie ben ik? Ik ben Dirk Meeuws. Ik ben CEO en CTO bij Onrecruit. Ik ben daar nu werkzaam voor 6 jaar. En daarmee dus ook 6 jaar werkzaam binnen HR en recruitment. Achtergrond in luchtvaart en ruimvaarttechniek. En mijn passie ligt echt op het snijvlak van technologie, mensen en commercie. En dat gelukkig kan ik dat bij Onrecruit doen om die werelden te combineren. Wil je me volgen op LinkedIn, kan je me volgen op Dirk Meeuws. Of je kan de QR-code scannen met de LinkedIn-app. En dan kan je mij daar volgen. En mocht je vragen hebben die wellicht vandaag niet aan bod komen, of je wil een keer sparren of daar wilt er hulp bij hebben, schroom niet om contact met mij op te nemen via LinkedIn. Andere dingen, ik ben 33, woon in Rotterdam, in Overschie. Wat ik al zeg, ik vind het gewoon fantastisch en daar hou ik me binnen Onrecruit ook mee bezig, om echt zeg maar die combinatie van hoe kan ik nou data gebruiken, hoe kunnen organisaties eigenlijk data gebruiken om zowel vandaag inzicht te krijgen in wat er gebeurt, als morgen een betere recruitment machine te gaan bouwen. En dat is helaas niet alleen technologie, dat is gelukkig niet alleen technologie, dat is ook het stuk mensen en ook het stuk commercie, dat je dat weet te verkopen naar de klanten, naar jouw klanten of naar jouw interne stakeholders, naar de markt, om te laten zien hoe gaaf je het wel niet doet, daar krijg je vaak ook weer meer buy-in budget voor, en laat zien waar je echt mee bezig bent. Dat is hetgeen wat mij drijft. Waar ga ik het vandaag dan over hebben? Dus hoe ziet grofweg de opbouw van de presentatie van de meetup eruit? Waarom heb je een dataplatform nodig? More on that later. Welke relevante recruitment data heb je? En ik zal daarbij ook wat voorbeelden laten zien van rapportages, dashboards, inzichten die relevant zijn. Wat zijn de stappen om naar predictive analytics te gaan? Dus dat je van tevoren weet wat er gaat gebeuren en dat je daarop kan acteren. En niet alleen maar bezig bent met wat er eergisteren of vorige maand of vorig kwartaal is gebeurd. Hoe verbeter je online recruitment, maar ook gewoon je recruitment? Dus wat hou vast, wat kaders van hoe ga je dat nou organiseren? Wat is wat mij betreft de toekomst van recruitment data? En dan heb ik het niet over 10 jaar, maar gewoon de komende 0 tot 3 jaar, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk, hoe nu verder? Want dan hebben jullie misschien dingen gezien. Hebben jullie wat dingetjes opgehaald van wat ik heb verteld? Maar goed, waar moet je aan denken? Wat zijn nou vervolgstappen die je kunt nemen? Laten we dan beginnen met waarom heb je een dataplatform nodig? Dus een dataplatform helpt jou om deze situatie te creëren. Dus een fijne datawerkplek waarbij de data gecategoriseerd is, misschien gerubriceerd, waarbij het makkelijk is om met bepaalde informatie te komen. Waarbij het ook makkelijk deelbaar is, hè, dat andere mensen erbij kunnen. En dat je dus ook informatie van verschillende systemen en verschillende bronnen, en daar kom ik dus later nog op terug, met elkaar kunt gaan vergelijken. Want je kan bijvoorbeeld naar de ATS kijken, dan weet je hoeveel sollicitaties zijn er geweest, hoeveel hires zijn er geweest, wat is de instroom geweest, hoe groot is mijn database. Je kunt wellicht in je, of je zeg maar als je corporate bent, in je, in wij spreken je payrolling of in je human capital management platform zien. Hoe doen mijn medewerkers het? Je kan wellicht als je een bureau bent zien hoeveel uren zijn er verloond. Je kan wellicht, je kan uit de marketing of Google Analytics kant wel zien wat hebben campagnes gedaan. Maar om nou echt dat plaatje van links naar rechts, zoals ik dat zelf vaak noem, dus van marketing, dus ik stop zoveel effort in LinkedIn, e-mails, nieuwsbrieven, Indeed. En hoeveel of goede kandidaten of medewerkers die lang bij ons blijven, die ook interne mobiliteit vertonen naar boven. Of in het geval van het bureau, hoeveel marge er opgeleverd is. Ja, dat is vaak lastig te rapporteren. En dus het begint bij een werkplek of een dataplatform of een waarbij al die informatie gecombineerd is en waarbij je dus relatief makkelijk over verschillende systemen rapportages kunt gaan draaien.
Nou, waar helpt zo'n dataplatform je dus mee? Dus een single source of truth te hebben. Dus één bron waar de waarheid in staat. Dus geen gedoe met waar moet ik dat halen? Het staat daarin, ongeacht welk systeem je wil je informatie uit wil halen. Het is dus ook op één plek. Hè? Dus niet alleen dat er één plek is waar de waarheid zit en waar alles in staat dat gevalideerd is, maar dat er ook één plek is waar je dat moet komen zoeken. Het helpt je om relevante business inzichten te verkrijgen uit jouw recruitment data, omdat alles al voorbewerkt is, gecategoriseerd, et cetera. Het helpt je beslissingen of strategieën te onderbouwen met data. Dus ik kan me voorstellen dat jullie natuurlijk of weekstarts hebben, of maandafsluitingen, maandstarts, kwartaalmeetings, jaarmeetings. Het helpt je A om makkelijk de input voor die meetings te leveren. Dus resultaten, wat heb je gedaan, wat ga je komende kwartaal doen. Maar ook op het moment dat je op budgetbeslissingen zit of investeringsbeslissingen. Dus simpel, moet ik volgend jaar Nationale Vacaturebank credits blijven kopen, ja of nee? Moeten wij aantal recruiters opschalen? Is onze database waardevol, ja of nee? Nou, door een goed dataplatform te hebben, kun je die vragen zelf beantwoorden. En ook echt op basis van wat er gebeurt en niet op basis van wat men denkt. En wat ik in ieder geval de afgelopen tijd wel heb gezien, is dat wat men denkt toch meer afwijkt dan je van tevoren zou verwachten. En een dataplatform helpt je om over tijd steeds slimmer te worden. Dus wat ik net ook al zeg, op het moment dat je begint met het verzamelen van informatie, dan bouwt dat zich natuurlijk op. En des te meer en langer je die informatie hebt, des te interessantere dingen eruit je kunt halen. Je kan forecasten, je kan seizoenseffecten eruit halen. Thuisgroep doet dat natuurlijk zelf ook al vaak, of JobDigger, met aan de hand van vacaturevolumes. Wat zijn nou periodes voor de zorg? Wat zijn periodes voor logistiek? Ik noem maar wat. Dus door langere tijd informatie te hebben, kan je steeds interessantere inzichten halen. Kan je steeds meer ook je bedrijfsvoering en je strategie aanpassen op wat er dan waarschijnlijk gaat spelen. Rechts even een voorbeeld van een dataplatform, Snowflake, kan het wel of niet gehoord hebben, mocht je behoefte aan hebben aan eentje, zoek ze op. Ik zal zo meteen ook al andere tools inlichten of laten zien. Maar daar zie je eigenlijk dat er verschillende databronnen in dat dataplatform komen en dat er verschillende, nou, zoals zij doen, consumenten, maar dat kan een BI'er zijn, dat kan een analist zijn, kunnen gewoon dashboards zijn die door de organisaties verspreid zijn, kunnen dan die informatie consumeren. Nou, hoe dat in de praktijk uitziet, schrik niet van het plaatje, er staan veel pijltjes, maar ik zal je doorheen helpen, is dat je hebt misschien wel, misschien niet, van de termen data lake en data warehouse gehoord. Nou, zoals wij in ieder geval, ik data lake zie, is een plek waar alle informatie van verschillende bronstemen op een hoop worden gegooid. Dus eigenlijk bijna zoals de eerste garage die we zagen. Dus informatie vanuit je website, vanuit Mailchimp bijvoorbeeld, vanuit e-mail marketing die je doet, website vanuit je ATS, of een Bullhorn, MySolution, CareerX, wat dan ook is. Informatie vanuit je backoffice of Human Capital, SuccessFactors, Workday, EasyFlex, AFAS, noem het maar op. Dat komt er allemaal bij elkaar. En in sommige gevallen zit er ook slimmigheid tussen dat je die informatie, dat je weet een kandidaat, op de website of bezoeker van de website correspondeert met een kandidaat in Bullhorn en dan correspondeert met een medewerker in AFAS, zodat je dus echt die kandidaat van de verschillende systemen kan refereren. Nou, uiteindelijk wil je dus dat die informatie wat gestructureerder is, hè? Dus dat je weet dat er gerubriceerd is, dat er wat logica in zit. En daarom breng je informatie naar een data warehouse. Dat kan het, dus een data warehouse, daar staat informatie eigenlijk op een logische manier in, zodat de mensen die echt met de data gaan werken, die de dashboards gaan maken voor de business, mocht dat het Tableau zijn, Power BI, Click, dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit, maar dat je in ieder geval de informatie bij kan, dat het er logisch in staat, dat het niet één zooi is, en dat je dus, dus je relevante dashboards kan doen, die dan uiteindelijk, en dat is het belangrijkste, hè, de hele organisatie moet meegenomen worden, kunt gaan delen met recruitment, met marketing, met leadership, met de finance, weet je wel. Dus dat iedereen zijn of haar inzichten heeft en het dus ook weet hoe de vlag erbij hangt. Nou, welke technologieën kun je daarvoor gebruiken? Er zijn drie grote cloud platformen. Je kan je cloud infrastructuur hebben op Amazon, AWS,
Je kan het hebben op Microsoft Azure. We zien steeds meer eigenlijk ook in de markt dat klanten daarvoor kiezen. Google BigQuery, voor sommigen bekend, of Snowflake, hetgene wat ik u net heb laten zien. En om een beeld te geven van wat wij bij OnRecruit gebruiken, dat is Snowflake. Dat heb ik net ook al laten zien. Nou, voor de mensen die niet weten, wij helpen eigenlijk bedrijven met het opzetten van een data lake, data warehouse, waarbij je dus al die informatie, bronsysteem bij elkaar hebt, dat dat georganiseerd is en dat je daar relevant inzicht uit kan toveren. En wij gebruiken Snowflake omdat het voor ons heel makkelijk werkt om dat per klant echt een geïsoleerde data lake plus data warehouse op te zetten. En dat het eigenlijk van nature praat met alle BI-platformen die er zijn, maar ook met alle cloud providers die zijn. Of het nou Google Cloud is, Amazon of Microsoft Azure. Dus voor ons is het als zeg maar, tussenpartij of leverancier een hele flexibele oplossing die voor ons ook nog goed werkt. Dus mocht je op zoek zijn naar één, ik kan het van harte aanbevelen. Het is misschien een beetje, het is niet per se wij van WC, maar ik heb het zelf thuis ook. En het helpt ons echt om snel voor klanten dit op te tuigen en de juiste inzichten en rapportages te leveren. Ik zal beloven dat de rest van de presentatie is wat minder technisch, maar dit is even de basis voor degenen die het wel interessant vinden. Nou, dan welke relevante recruitment data heb je nou eigenlijk? We hebben natuurlijk een tip van de sluier gezien. We hebben gezien waar je die informatie kwijt kunt. Wat het nut daarvan is en wat de nut is van het structureren van informatie. Dan is het ook relevant welke informatie ga ik er dan in stoppen. Ik zie zelf 5 categorieën recruitment data. Je hebt marketing data. Dat zijn de kosten van je marketing efforts. Dus bijvoorbeeld hoeveel heb ik geïnvesteerd in Indeed? Heb ik geïnvesteerd in LinkedIn? Recruiter seats? Als je vacaturebankcredits, noem maar op. Data vanuit e-mail marketing, dus vanuit nieuwsbrieven die je stuurt, vanuit Mailchimp of Autopilot of ActiveCampaign of you name it. Maar bijvoorbeeld ook, wat zijn een aantal impressies die ik heb gehad op mijn socials? Wat is de reach van bepaalde posts? Hoeveel volgers heb ik? Dus echt alles wat, wij spreken, niet op jouw website zit, dat is de tweede categorie, maar wel marketinginformatie is. Dan heb je alles wat op je website komt, dat zijn de bezoekers en alle informatie daaromheen. Dus welke vacatures en pagina's hebben ze bekeken? Welke bronnen hebben ze gebruikt om naar je website te gaan? Hoe lang blijven ze op de site? Wat is de kwaliteit van die bezoekers? Dus klikken ze door of gaan ze meteen weg? Komen ze terug? Nou, dat is de informatie om echt een beeld te krijgen van hoe interacteren bezoekers dan met mijn website. Nou, de derde categorie is recruitment. Dus eigenlijk alles wat in je ATS zit. Behandelde kandidaten, wat zijn de statuswijzen voor kandidaten? Iemand op eerste interview geweest, iemand op gesprek geweest, iemand op plaats, is iemand aangenomen, heb je een voorstel gestuurd, wordt iemand hergebruikt, worden vacatures aangemaakt, time to hires, et cetera. Dus eigenlijk echt alles wat in je ATS zit. Vierde categorie is je back office of human capital management system. Dus in het geval van bureaus natuurlijk bijvoorbeeld uren, verloning, projecten, fees, noem maar op. En in het geval van corporate natuurlijk de performance van kandidaat. Hoe lang blijft iemand in dienst? Is er interne mobiliteit? Hoe lang blijft hij hangen? Wat is eigenlijk de waarde van de kandidaat voor de business? In dat opzicht is dat hetzelfde als bij bureaus. Er zitten wat minder alleen hard en euro tegenover. Maar ik denk dat het wel echt relevant is in het kader van Peep Analytics en echt te begrijpen van ik heb iemand aangenomen, dat is één, maar wat is ook de waarde van die kandidaat voor de organisatie waarvoor ik recruit? Dat is nog een stap die nog te weinig wordt gemaakt. En door dat er ook bij te pakken, weet je ook echt van oké, ik heb niet alleen ik heb vanuit LinkedIn of ik heb vanuit Indeed een kandidaat gehaald, maar die is nu helemaal zijn stap aan het zetten voor de bedrijf waarvoor ik werk en die voegt echt waarde toe. En dan heb je nog een overige categorie, dat zijn, ik weet niet of jullie het Recruitment Tech landschap van de posters hebben gezien van Martijn van Recruitment Tech. Daar staan een hele grote assortiment van tools en point solutions op. En eigenlijk alles wat niet in deze 4 categorieën valt, zie ik als overige. Er zijn chatbots, surveys, assessments. Sommige zullen misschien wellicht ook wel meer in de marketing website kant vallen, maar je hebt de overige tools. En des te meer je dus gecombineerd hebt op één plek, single source of truth, des te meer je ermee kunt doen. En ook correlaties kunt gaan zien. Dus de surveys en de websitebezoekers en de performance en et cetera. Dus
Wij proberen, zeg maar, op het moment dat ik of wij vanuit Ondergroet een dataplatform voor klanten opzetten, proberen we in ieder geval marketing, website, recruitment mee te nemen. Backoffice leent zich vaak wat minder, zeg maar, sommige partijen zijn lastiger mee te integreren, maar die proberen ook altijd aan te haken, omdat je dan echt de waarde van de kandidaat kan aantonen. En vervolgens overig. Nou ja, dus als je het hebt over, ik ga per segment ga ik wat voorbeelden laten zien over wat voor inzicht je dan eruit kan halen, wat je ermee kunt doen. Nou, bijvoorbeeld als je het hebt over marketing, wat voor KPI's zijn relevant? Ik heb hier een voorbeeld van, wat zijn de bezoekers, de conversieratio's van de afgelopen periode? Dus je ziet dan bijvoorbeeld op dinsdag de meest populaire dag is qua bezoekers. En dat loopt dan af naar het weekend toe en dan heeft weer een piek op maandag. En je ziet dat de hoogste conversieratio dan eigenlijk op maandag is en vervolgens op zondag. En dit soort informatie kan je helpen bijvoorbeeld als je social posts doet. Dat je zegt, hey, ik ga generieke content verspreiden op dinsdag, woensdag, donderdag. En ik ga meer jobgerelateerde content verspreiden op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Omdat dan de conversieratio's weer op gaan lopen. Dus zo kan het je echt helpen, dit soort inzichten, om ook in je contentstrategie wat aanpassingen te maken. Totale investering, vergeleken met de periode daarvoor. Groen is natuurlijk is meer, rood is minder. Dus je ziet dat de totale investering hoger is. Hoeveel daarvan is naar Google? Hoeveel daarvan is naar Facebook? Hoeveel daarvan is naar Indeed? Hoe resulteert zich dat in bezoekers? Dus gelukkig, dat zie je ook, hè, dus 45% meer investering, maar 20% meer bezoekers. Dus het wordt steeds duurder naarmate je veel investeert om extra kandidaten aan te trekken. Wat betekent dat voor sollicitaties? Wat betekent dat voor bemiddelbare sollicitaties? Dus kandidaten die kwalitatief zijn. Hoeveel zijn er geplaatst bij marketing efforts? Wat zijn de conversieratio's? Dus door dat soort dingen in de gaten te houden en ook visueel te maken met groen of rood, meer of minder, kun je er ook echt iets mee doen. En ik denk wat ik vaak mis en zie als mensen hun dashboards laten zien, heel veel informatie, maar weinig visuele ondersteuning van oké, wat moet ik dan doen nu? Dus zo, nu, wat, nou wat, weet je wel? Dus ik zie enorme draaitabellen. Kijk, dus probeer ook KPI's af te, zeg maar, te rapporteren. En daarvoor moet je ook het echte gesprek aan, hè, met de marketeers, met de business, et cetera. Wat is voor jou relevant? Welke acties en welke beslissingen neem je op basis van welke informatie is dat? Wat is voor jou doen goed, dat je het goed doet? En ook welke inzichten help je dan ook dus om je te incentiviseren om een actie uit te voeren? Hè? Dus als investeringen omhoog gaat, als resultaat gaat omlaag, moet je dan wel blijven investeren? Dat soort dingen. Vanuit marketing bijvoorbeeld ook verschillende attributiemodellen. Hè? Dus als je van Google Analytics rapporteert, dan zie je vaak dat last click wordt gebruikt. Maar je kan ook, ik zal er niet heel diep op ingaan, maar in principe is een candidate journey, dat hoor je waarschijnlijk al vaker, kan langer zijn. Hè? Dus iemand kan een vacature vinden via Indeed, vervolgens via Google binnenkomen, via Facebook solliciteren. Nou ja, als iemand via Facebook solliciteert, zal dat in Google vaak tevoorschijn komen. Maar het is interessant om ook te kijken, hey, wat is nou het eerste kanaal dat de kandidaat heeft gebruikt? Of als ik alle kanalen afweeg, wat is er dan aan de hand? En dat helemaal, en dat is ook weer, zie je ook weer in deze rapportage, het voordeel van het combineren met niet alleen de marketing, maar ook de website en het ATS en de back-office, zodat je weet hoeveel sollicitanten, hoeveel plaatsingen, hoeveel omzet verkocht, hoeveel omzet geleverd. En dat zelfs uitgesplitst naar verschillende functiegroepen per kanaal. Dus dan heb je meteen een één overzicht wat je ermee kunt doen. Zie je welke investeringen je wat opleveren. Je weet de ROI en weet je dus ook, hey, wat moet ik dan gaan doen? Andere is bijvoorbeeld meer de kwaliteit van bezoekers. Dus hoeveel sessies zijn er per maand? Zijn bepaalde pieken? Nou, die zullen waarschijnlijk met campagnes corresponderen. En je ziet ook dat er een trendlijn erin getekend is die steeds groeit. Dus dat er steeds meer wordt gedaan. Nou, bijvoorbeeld ook een bubbelchart die zegt van, hey, sessies, sollicitaties, zegt iets voor conversieratio. Dus dan zie je bijvoorbeeld hier bij Indeed, laag aantal sessies, hoog aantal sollicitaties, dus hoge conversieratio, veel bezoekers. Dus dat is een kanaal wat goed werkt. En de rest zit redelijk op deze lijn. Veel komt uit Google, er komen weer wat minder sollicitaties uit. Dus kan je ook echt zien van, hey, wat zijn nou de kanalen waar kwalitatieve bezoekers vandaan komen. Maar je kan natuurlijk ook iets meer op de employer brand gaan kijken van hoeveel
Mensen komen nou vanuit direct naar mijn website. Zegt iets over dat mensen jou al kennen en meteen naar de website gaan. Hoeveel van die kandidaten zijn terugkerend? Hoeveel zijn nieuwe bezoekers? Wat zijn populaire dagen? Hoe zit dat voor verschillende functiegroepen eruit? Dus nogmaals, ook weer omdat je alle informatie bundelt, maar gewoon puur om een palet te laten zien van voorbeelden van wat je kunt rapporteren, om inzicht te krijgen in bepaalde dingen of echt KPI's te hebben over hoe dingen gaan. Op het gebied van recruitment een paar voorbeelden. Dus wat zit er op dit moment in het proces? Hè? Dus qua kandidaten, hoeveel zit er op worden die benaderd worden? Hoeveel komen op eerste gesprek? Hoeveel tweede gesprek? Hoeveel contractonderhandeling? En de verschillende conversieraties ertussen. En interessant is, op het moment dat je bijvoorbeeld de conversieraties pakt van de afgelopen, noemen we wat, 6-9 dagen, kan je ook een verwachting maken van, op basis van wat er nu in pipeline zit of in proces zit, verwacht ik binnen nu en de gemiddelde time to hire, laat zeggen een maand, 34 plaatsingen te realiseren. Nou, dan weet ook de saleskant van, als ik binnen nu en een maand 30 nieuwe plaatsingen heb, dan moet ik verdomd aan de bak om nieuwe vacatures te gaan of nieuwe aanvragen binnen te halen, want we hebben er maar 20, ik noem maar wat. Dus ook op basis van dit soort meer vooruit naar voren kijkende inzichten, helpt je ook om weer de acties uit te zetten naar de hele organisatie, waar ook de hele organisatie weer baat bij heeft. Want dan kan je weer het kwartaal zeggen, we hebben ook performed, want we hebben echt samengewerkt tussen de verschillende functies. Ander ding, bijvoorbeeld als je het hele recruitmentproces pakt, van nieuwe sollicitatie naar eerste interview en naar tweede interview, hoeveel dagen zitten tussen die stappen? Wat zijn de doorlooptijden? Wat zijn de conversieratio's tussen die stappen? Maar hele simpele, boven zie je ze cumulatief, onder zie je ze stuk voor stuk. En zie je dus dat van een offer naar een plaatsing 18 dagen is. Nou, dat is wel lang, lijkt mij, om drie weken daarvoor uit te trekken. Waar ligt het aan? Kan je daarin helpen? En zo kan je dus ook weer projectjes, taskforce opzetten. Hoe kunnen we dat nou met een week verkorten? Nou, als je dat voor elkaar krijgt, zou je waarschijnlijk weer meer kandidaten aangenomen krijgen. Zou je zien de conversieratio wellicht omhoog gaan. Dan heb je meteen echt een business case van, we hebben dit gezien. We hebben het teruggebracht naar 10 dagen. Daardoor hebben we sindsdien de conversieratio is met zoveel procent omhoog gaan. En dat resulteert er zoveel meer omzet sneller. Dus zo kan je relatief makkelijk een case maken. Waardoor je ook echt laat zien dat data voor je gaat werken. Ander ding bijvoorbeeld van eerste interview naar tweede interview duurt 10 dagen. Nou, we weten allemaal dat het plannen van zaken onhandig kan zijn. Dat je data heen en weer aan het sturen bent en dat het dan af en toe fout gaat. Dus ik weet niet of jullie ooit eens geïnteracteerd hebben met iemand die Calendly gebruikt of wat dan ook. Waar je zelf iemands agenda beschikbaar hebt. Of dat je een chatbot gebruikt om een afspraak te plannen. Ja, wellicht kan je daar van 10 dagen weer 5 dagen van maken. En kan je weer laten zien van, sinds dat ze dat hebben gedaan, zien we dat de conversieraten een stuk lager zijn. Of beter zijn. En zo kun je echt de case hard maken dat data je heeft geholpen en dat je ROI en business case optuigt intern. En daar ook het succes van laten zien. Andere, wat is de stand? Dus hoeveel per kandidaat die zich inschrijft? Hoeveel houdt sourcing op zich van sollicitatie? Dus 1 staat op 5. Hoeveel inschrijvingen zijn er per plaatsing? Dat je gewoon een beetje weet van hoeveel moet ik aan de voorkant instoppen om aan de achterkant plaatsingen of hires uit te halen. Vanuit de back-office, wat is de huidige stand? Budget versus gerealiseerd. Hoe ziet dat er maand over maand uit? Of week over week? Of dag over dag? Wat zijn de, bij wie is die marge gerealiseerd? Hoeveel procent marge draai je op bepaalde klanten? Dus dat soort inzichten om ook echt te weten hoe de vlag erbij hangt. Dus nogmaals, dit zijn de 5 categorieën. Ik heb jullie net hopelijk mee kunnen nemen in wat voorbeelden van wat je ermee kunt doen. Hoe dat voor jou kan gaan werken. Hopelijk haal je daar wat inspiratie uit. Nou, wat zijn nou de stappen die je moet nemen om naar predictive analytics te gaan? Wij hanteren intern nog wel eens het model van Gartner. Dat hebben ze, zoals je ziet, september 2013 al gemaakt. Maar dat geeft denk ik wel redelijk goed aan wat zijn de stappen die je moet doorlopen om echt naar predictive, prescriptive, dus echt dat je strategie gaat schrijven en dat je een rekening houdt met conjunctuur, dat je daar naartoe gaat aan de hand van data. Je hebt eigenlijk 4 stappen. Descriptive analytics, dus wat is er gebeurd? Diagnostic analytics, waarom is dat gebeurd? Predictive analytics, wat gaat er gebeuren?
En prescriptive, wat zou ik nu moeten doen op basis van historische informatie? En daar zit een stukje human input, dat wordt dus natuurlijk steeds minder, omdat die inzichten steeds slimmer worden. Er zit een stukje beslissing in en uiteindelijk gaan er ook naartoe dat je van, door technologie je next best action of recommendation naar voren geschoten krijgt. Van, als ik jou was, zou ik dit doen, hè, want dat heeft in het verleden geresulteerd in goede performance en uiteindelijk de actie. En ik denk, en dat is ook mijn persoonlijke mening, je ziet nog steeds dat actie niet wordt overgenomen door die blauwe lijn. Ik geloof ook niet, ik geloof echt niet in totaal geautomatiseerde systemen. Uiteindelijk is recruitment een complex vak. We hebben het namelijk over mensen die met mensen praten, recruiters met kandidaten, maar ook kandidaten met hiring managers, recruitment hiring managers. Het enige wat data, AI, machine learning, marketing automation, wat dan ook, ATS voor je zullen doen, is aangeven in het verleden, heeft dit gewerkt, ja of nee? Dit is waarschijnlijk een oké kandidaat misschien, maar ze zullen uiteindelijk nooit 100% de match kunnen overnemen, want er zitten gewoon te veel nuances in het menselijke aspect en de soft skills die je gewoon niet kan testen, maar ook niet wil testen. Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat de recruiters gaan kunnen doen waar ze goed in zijn en dat ze echt met mensen omgaan, het gesprek aan te gaan en echt de vervolgstap van iemand in zijn carrière helpen faciliteren. Nou, een beetje inzoomen op ieder van die verschillende elementen. Dus je hebt descriptive analytics, daar is eigenlijk waar iedereen start. En dat vertelt wat is er gebeurd. Hè? Hoe ik dat interpreteer en hoe wij dat gebruiken is wat je dan vaak ziet. Is dat, hey, ik zie dat, ik log in Google Analytics en ik zie dat mijn sessies lager zijn. Of ik kijk in mijn ATS, ik kijk in het dashboard van mijn ATS en ik zie dat we zoveel hires hebben gehad. Dus dat zegt iets over wat er gisteren gebeurd is. Vaak gebeurt dat in de platformen zelf. Hè. Er is er niet dat naar een dataplatform wordt gehaald of dat er een BI-tool of een Excel-rapportage in over staat. Dat is gewoon waar iedereen begint. En wat eigenlijk alle tools vaak wel leveren, gewoon eigen dashboard en rapportage module. Wat je bij sommige bedrijven ziet, en daar gaan ze eigenlijk naar stap 2, diagnostic analytics, is dat je op een gegeven moment wil gaan weten waarom zijn dingen gebeurd. En daar komen vaak exports bij kijken. Dus jullie zullen waarschijnlijk al gehoord hebben, of bekend zijn met de term, dus mensen draaien CSV-exports of Excel-export rapportages uit de verschillende systemen, zij Google Analytics, zij de ATS of wat dan ook, gaan zelf in Excel lopen spelen. En gaan daar dan echt analyse op trekken van, hey, wat is er nou gebeurd en hoe kan ik nou aan de hand van deze analyse morgen, welke acties moet ik ontplooien, welke projecten moet ik starten, welke initiatieven moet ik op mijn vizier hebben om ervoor te zorgen dat de business morgen beter draait. En uiteindelijk predictive analytics, wat gaat er gebeuren? Nou, daar zie je wel, dan gaat het op een gegeven moment echt naar BI toe. Hè? Dus of het nou Power BI is, of het nou Tableau of Click of wat dan ook is. Dat je op basis van KPI's een soort van indicatoren over of dingen goed of niet goed gaan, zien wat er gaat gebeuren. Dus even een voorbeeld, stel je ziet in één keer de enorme aantal sessies afnemen. Ja, dan weet je, dat betekent dus dat er minder sollicitaties aankomen. Dat betekent dus ook dat er minder mensen aangenomen worden, dat er minder mensen de pipeline gaan. En dat is dan zijn ze van, hey, of we moeten gaan sourcen, want we hebben nog steeds wel vanuit de hiring managers en de business vragen om vacatures te vullen. Of er gebeurt iets aan de website. Dus dan kan je dus aan de hand van iets wat helemaal voor in het proces gebeurt, dus binnen sessies, kan dat downstream of verder in de keten, kan dat gevolgen hebben. Niet meteen, maar wel over een week, 2 weken, 3 weken, 4 weken. Dus door inzicht te hebben in dat soort in dashboards zoals ik je net zag, aangaf. Kan je daar alvast op anticiperen. En volgens prescriptive analytics, nou, dat is echt veel meer forecasting. Wat kun je verwachten? Wat is de next best action aan de hand van wat er nu speelt? Forecasting op time to hire, dus dat je echt weet niet hoeveel hires verwacht ik, maar misschien zelfs per week of per maand. Dat je meer haalt van je bestaande database van kandidaten, zodat je weet welke kandidaten zijn in de markt, of waar zit de goudmijn binnen mijn database. En bijvoorbeeld, maar wat ik er net ook eerder over had, besef krijg van conjunctuur en seizoensgevoeligheden voor iedere rol, voor, weet je, bouwvak. Iedereen weet het, maar wat is nou echt het effect van bouwvak op het aantal sollicitaties? Mensen gaan op vakantie,
Snap ik, maar wat heeft het nou echt voor effect op je website? Gaan mensen nog steeds wel misschien op een mobiel in Spanje? Nou, misschien tegenwoordig niet, maar hopelijk volgend jaar wel weer kijken, maar niet solliciteren. Nou, dan kan je daar weer op inspelen. Dus dat zijn wat mij betreft zeg maar de stappen die je moet die te nemen zijn. Hè? Dus je begint gewoon met in de systemen zelf kijken. En dat is vaak voor iedereen, voor veel organisaties, het beste om mee te beginnen als je nog niks doet. Ja, vervolgens de rapportages vanuit Excel. Vervolgens ga je meer naar BI. En daarna ga je echt wel slimmer bezig met forecasts. Dus dat is een beetje de journey die je moet gaan belopen. En wat ik in het begin al zei, dat duurt altijd langer dan je vaak denkt en wil. Nou, hoe verbeter je nou je online recruitment? Of überhaupt je recruitment? Dus ik zal wat handvatten en wat frameworks geven die je wellicht zouden kunnen helpen. Eentje die wij wel eens gebruiken is de volgende tabel. En dit is met name interessant voor de online recruitment. Dus deze tabel geeft eigenlijk aan de hele journey van de kandidaat. Engage met de kandidaat, dus voor het eerst in contact komen. Attract, zorgen dat iemand solliciteert. Select, zorgen dat iemand in het proces geselecteerd wordt. Hire, dat iemand aangenomen wordt. Nurture, dat iemand die misschien in de database zit. He, niet aangenomen, maar wel door select heen gekomen is, maar dat je die blijft bewerken. He, wat talent pooling, of wat natuurlijk heel veel gebeurt bij campus recruitment. He, mensen die een masterclass bij in-house dag volgen, 2 jaar later pas afgestudeerd zijn, maar in de tussentijd probeer je wel top of mind te blijven. En vervolgens, wat doe je met de alumni of de employees? Dus mensen die er nu al werken, hoe kunnen zij ervoor zorgen dat je meer instroom gaat binnenkrijgen? Bij elke stap van de funnel, of een candidate journey moet ik eigenlijk zeggen, moet je goed gaan nadenken, wat zijn de content die ik daarvoor wil gebruiken? Welke kanalen moet ik daarvoor gebruiken? Welke tools moet ik daarvoor gebruiken? Welk budget moet ik daar tegenover zetten? Welke stakeholders zijn daarbij belangrijk en moet ik daarvoor in gesprek mee aangaan wat daar relevant is? En wat is uiteindelijk mijn doelstelling? En het is misschien kip-ei, hè? Dus enerzijds heb je informatie nodig om dit te kunnen invullen en dus data en dus al die inzichten. Maar anderzijds kan je ook gewoon beginnen, data vanaf dan gaan verzamelen en dan gaan testen of hetgeen wat je daadwerkelijk hebt uitgezet ook echt gaat werken. Dus dit zien we is al een heel prettig framework om gewoon de hele journey van de kandidaat, oké, wat moet ik daarmee doen? En het kan zelfs zijn, je kan er zelfs een kolom tussen pakken, onboarders, dus mensen die starten. Wat voor content? Misschien heb je een onboarding portal. Wellicht nu doordat we veel thuiswerken relevanter. Hè? Want je hebt een grotere fysieke afstand. Dus hoe ga je nou met de onboarding tool ervoor zorgen? Of platformen zorgen dat mensen echt snel op de speed zijn. Mensen leren kennen, et cetera. Dus met channels, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Limiteer niet tot online kanalen. Maar kan ook gewoon op de werkplek zijn. Dus zie dit als een breed handvat die je kunt gebruiken om voor iedere stap in jouw candidate journey, maar ook employee journey, te bepalen. Hoe ga je nou ervoor zorgen dat zij een fijne journey hebben? Want fijne journeys leiden tot meer hires, hoge conversieratio's, word of mouth, referral, et cetera. Vragen met betrekking tot content die je vertellen waar je op moet letten en optimaliseren. Dus gewoon wat vragen die je kunt stellen die helpen. Op wie richt je je? He, dus is dat op alle kandidaten? Is dat op kandidaten in een specifiek gedeelte van de funnel? Dus wie probeer ik aan te spreken? Waar in de candidate journey bevinden die zich? Wat is je doel? Welk kanaal ga je gebruiken? Welke technologie ga je gebruiken? Dus dat hebben we het natuurlijk net over gehad. Maar dit zijn ook de vragen die je specifiek op de contentstukken alleen al kunt stellen. Dus ik denk dat je met dit framework al een heel stuk kunt bereiken. En op het moment dat je het hebt over, ik wil mijn recruitment proces bereiken of verbeteren. Dan is het interessant om te gaan kijken naar wat zijn bijvoorbeeld doorlooptijden. Wat zijn mijn type to hires? Hoe snel pakken we kandidaten op? Als een sollicitatie binnenkomt, hoe lang blijven ze hangen? Hoe snel wijzen kandidaten af? Wat we nog wel eens zien gebeuren is namelijk is dat kandidaten sneller of langzamer worden afgewezen dan dat ze voor eerst gesprek worden gezet. Nou, uiteindelijk, en dan praat ik uit eigen ervaring binnen onderrecruit, als ik als hiring manager optreed, op het moment dat wij ervoor zorgen dat we kandidaten snel afwijzen, dan krijgen we vaak blijere reacties dan je zou verwachten. Oh, dat is fijn dat je zo duidelijk bent. En als je ze ook meteen helpt van, joh, wij zijn misschien niet goed voor je, maar ik zou als ik jou was daar kijken op basis van wat ik van je gehoord heb,
dan help je iemand echt verder en heb je nog steeds een positieve ervaring geboden, ook al is dat niet bij jou als medewerker. Ja, dus even los van de content en wat ga je erop uitlaten, denk ook goed na over hoe wil ik met ze omgaan, wat zijn mijn doorlooptijden, wat zijn mijn conversieratio's. Daar ook nog een concreet voorbeeld in van stel je, je hebt als motto breed selecteren. Nou, dat kan ook een bottleneck zijn, want op het moment dat jij breed selecteert, dan heb je veel meer eerste gesprekken die je moet voeren en mensen die daarna moeten afwijzen, wat weer veel meer tijd kost en wat je dan weer weerhoudt om weer het gesprek aan te gaan met die wel goede kandidaten, je talentpool, et cetera. Dus denk ook goed na van hoeveel kandidaten, hoe breed wil je selecteren, want op het moment dat je breed selecteert, dat betekent ook dat dat meer werk is, omdat je meer kandidaten uitnodigt op gesprek. Dus ook denk kritisch na over, als je het hebt over het recruitmentproces, over doorlooptijden en hoe breed wil ik selecteren bij iedere stap in de funnel. En het voordeel is, op het moment dat jij minder breed selecteert en mensen komen door eerste interview heen, ja, dan ongeacht of die aangenomen worden, weet je wel dat het een goede kandidaat is. Dus die kan je later wel weer gaan nurturen, die kan je in talentpools gaan zetten, die kan je blijven benaderen, omdat die wellicht op een dag wel interessant voor je is. Nou, wat is wat mij betreft de toekomst van recruitment data? Ik zie eigenlijk daar drie stappen in. En eigenlijk de eerste die gebeurt nu al. Daar hebben we het aan het begin over gehad. Data lake / data warehousing. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Op het moment dat je data niet centraal hebt, dan kan je eigenlijk nog steeds niks. En er zijn al redelijk wat organisaties daar stappen in zetten. Maar die hebben gewoon nog niet al hun recruitment data erin te hebben. Die hebben bijvoorbeeld alleen hun recruitment data en ATS data. Of alleen hun finance / back office data. Maar niet ook nog recruitment marketing, et cetera. Dus door te verzamelen en al die data te combineren in één plek. Maar ook, hè, denk daarbij aan data zoals jobdigger data of attention group data. Dus wat doet de markt, push-pull factoren. Hè, dus niet alleen specifiek voor jou. Op het moment dat alle informatie, als jij die hebt, ja, dan heb je de optie om daar hele gave dingen mee te doen. Verder in je data journey. Dus verrijking AI, wat mij betreft stap 2. Dus het verrijken van data verschillende bronnen. Dus je hebt allemaal verschillende systemen, maar soms praten ze, maar vaak ook niet. Dus hoe ga je er nou voor zorgen dat als iemand in AFAS staat of in Workday en iemand is 1 jaar in dienst volgens de back-office, laat ik het even zo generaliseren. Nou, dat de recruiter die hem of haar aangenomen heeft, dat weet en misschien een bericht gestuurd, al dan niet geautomatiseerd, of een verjaardagsmail stuurt. Maar dat je dus informatie over verschillende systemen heen gebruikt gaan worden om de candidate journey dan weer te verbeteren. En daar kan ook, des te meer je data verrijkt, des te meer data je hebt, daar kan je dus ook AI voor gebruiken. Hè? Dus dat je de data gaat verrijken met bijvoorbeeld. Wat is de verwachte time to hire voor de vacature? Dus stel je opent de vacature voor finance, dat je weet, hey, normaal gesproken, dat je meteen te zien krijgt, de time to hire is waarschijnlijk 2 maanden, dit zijn waarschijnlijk de kanalen die je moet gebruiken, dit is waarschijnlijk de budget die je tegenaan moet gooien. Hè? Dus dat je echt het proces verrijkt door middel ook van AI en forecasting en al de informatie die je dan hebt. Dat is één. En uiteindelijk, de derde stap is dat op het moment dat de data verrijkt is, dat de data gecombineerd is, ook het stukje automation. Dat hoor je natuurlijk steeds vaker. Recruitment marketing automation, maar ook RPA, robotic process automation. En ik zie die eigenlijk gebeuren op, zeg maar, 2 vlakken. Dus enerzijds is dat de kerntaken van een recruiter, consultant, incident, hoe je het ook wil noemen. He, dus dat kan het stukje administratie zijn, in contact komen met kandidaten. Dus stel dat iemand zijn eerste werkdag heeft, dat automatisch een chatbericht gaat vanuit de desbetreffende recruiter van hey, succes bij je eerste werkdag. Dat soort dingen, want dat zorgt ervoor dat je de journey goed is. Maar het kan ook administratie dingen zijn van dat hey, ik zie dat jij dat de vacature, dat er iemand aangenomen is, maar dat die nog steeds open staat een week na dato. Moet ik die voor je gaan sluiten? Vaak zien we dat administratie een bottleneck kan zijn om goede en relevante inzichten te toveren. Dus door recruiters te helpen met dat soort automatiseringsslagen, zorg je ervoor dat je data schoner en cleaner is en dat ook je inzichten daardoor schoner en cleaner zijn. Dus
automatiseren van kerntaken. En dat kan ook, en vergeet niet dat chatbots daar ook dus daarvoor gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld een Jaboti. Marketing Automation Platform kunnen ook gebruiken, onboarding e-mails. Maar je kan natuurlijk ook gewoon aan de recruitment kant sturen. Hè? Dus dat je de automation gaat gebruiken om automatisch bepaalde groepen of talent pools binnen je database te bereiken. Op het moment dat kandidaten afgewezen worden, dat ze automatisch mails krijgen. Dat ze door eerste gesprek zijn, dat ze automatisch een mail krijgen. Dus eigenlijk, weet je, dus de track and trace. Op het moment dat jij iets koopt via bol.com, Coolblue, krijg je natuurlijk ook heel duidelijk het proces. Dit gaat er gebeuren. Dan kan je dit verwachten, dan kan je dit verwachten. Je wordt echt een handje gehouden over het proces. Nou, daar kan je dus ook echt chatbots en marketing automation platforms voor gebruiken om je helemaal daarin te begeleiden. En een mooi voorbeeld vind ik KLM, dat op het moment dat je daar boekt, dan kan je daar je WhatsApp nummer achterlaten en daar akkoord geven. En dan word je geüpdate over de vlucht. Je krijgt je boarding pass, je krijgt een linkje van hey, wil je een WhatsApp groep aanmaken waar je familie uitnodigt, dan zullen wij automatisch in de WhatsApp groep sturen dat jij vertrokken bent met je vliegtuig, dat je ook geland bent. Hoef niet iedereen te bellen en te laten weten dat je bent geland. Weet je, dus echt het helpen in de journey van de klant of candidate. En laatst wat ik niet wil vergeten, je denkt heel vaak aan recruitment, aan de kandidaten, maar vergeet niet de hiring managers en de klanten als je bureau bent. Die kunnen natuurlijk ook voorzien van hey, jouw vacature heeft al zoveel eerste interviews, gaat lekker. Of hey, hij loopt nu juist achter. We hebben er wat extra effort in gestopt. Niet dat je dan in één keer een high mind je akkoklop. Waarom draait het niet? Ik heb te weinig gesprekken gehad. Ja, dus je kan meerdere mensen daarin voorzien van informatie. Nou, hoe nu verder? Cultuur. Uiteindelijk, waar ik ook mee heb gehad. Het is een breed, organisatiebreed gedragen iets. En failure is die option. Het gaat nooit goed. Het zullen altijd bugs zijn, het zullen altijd dingen net niet kloppen, maar heb gewoon tevreden en met 80-90% validiteit. Op het moment dat je met data werkt, de kans is groot dat je nooit 100% accuraatheid hebt. Tenzij je echt met financiële data gaat werken, dan is dat wel een stuk relevanter. Maar vergeet niet, met 80-90% nauwkeurigheid kan je nog steeds alle beslissingen nemen die je wil. Op het moment dat het om die 1-2% aankomt, dan is die beslissing waarschijnlijk te risicovol. Dus failure is die option en ben niet bang dat de accuraatheid maar 80-90% is. Begin dus met low hanging fruit en high business impact en werk dan toe met incremental improvements. Dus begin niet in één keer van ik heb een super big audacious goal. Harry Audacious Goal zegt dat wel eens. En ik ga die meteen nastreven. Ja, dat werkt niet. Probeer het op te hakken in kleine stukjes en een soort van mini succesmomentjes daarvan te maken. En zorg ervoor dat je data-driven stakeholders hebt. Hè? Dus die data product owner, wat ik zeg, of een architect die dat voorziet. Maar ook die dan de rest van de organisatie gaat blijven communiceren van hey, hoe gaat het nou met de voortgang omtrent het dataproject. Nou, de competenties die je in huis moet halen is bijvoorbeeld content creatie. En dat klinkt heel flauw, maar betekent ook gewoon welke dashboards ga ik maken voor de organisatie. Die relevant zijn. Welke inzichten ga ik tonen? Hoe ga ik dat distribueren? Hoe ga ik dat optimaliseren? Zowel intern als naar de markt toe, als je dat over recruitment marketing. Analytics competentie moet je in huis halen. Dus iemand of mensen die op basis van informatie of rapportages wekelijks, maandelijks kunnen doen, maar ook ad hoc je kunnen helpen met de juiste data. Stakeholder management, een van de belangrijkste, want niet iedereen zal meteen aligned zijn. Dus je moet constant met de juiste stakeholders in gesprek gaan over wat hun wensen zijn, wat de voortgang is en hoe je nou voor hun succes gaat boeken. En uiteindelijk, ik denk dat die best obvious is, projectmanagement. Een mooie visual die we vaak gebruiken is de volgende, managing complex change. Je hebt 5 blokken en er is de kans is groot dat je één van die mist. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld wel skills, incentive, resource en action plan hebt, maar geen vision, dan ontstaat er verwarring. Waar gaan we heen? Op het moment dat je niet de skills hebt, dan, maar wel de rest, ja, dan een soort van, oké, gaat dit allemaal wel goed? Op het moment dat er geen incentive is, waarom zou ik het doen? Krijg je weerstand. Op het moment dat er geen resources zijn, krijg je frustratie. Ik kom niet voor elkaar. Op het moment dat er geen actieplan is en dus onduidelijkheid, krijg je frustratie. Dus al die elementen moeten erin zitten, wat lastig is. En het zal ook altijd een trade-off blijven, maar besef je dat al die elementen nodig zijn voor het managen van een complexe verandering. Dus als je dat allemaal op je netvlies hebt, waarom lukt het dan niet?
En, waarom, en hoe ga je ervoor zorgen dat het dan wel lukt? Focus op high impact use cases en laaghangend fruit. En take it from there, incrementeel. Zorg dat je intern wel een architect hebt of een data product owner. En zorg dat die dus de hele organisatie meeneemt in een datagedreven organisatie. En denk aan de long run. Zet die stippen op de horizon, maar boek ook korte termijn successen. Dat was het. Ik zit even kijken naar de tijd. 10 voor, dus redelijk op tijd. Ik denk dat we hebben dus nog kleine 10 minuten voor vragen. Nou, bedankt voor jullie aandacht. En ik hoor graag via de chat of er nog vragen zijn. Yes, Dirk. Wat een super presentatie om mee te beginnen. We hebben een vraag. Kan je de vragen ook zien? Ik kan ze niet zien. Aantal vragen gesteld, namelijk bijvoorbeeld of we niet een universele taal moeten afspreken met z'n allen, zoals ISCO of ONET, en waar dan jouw voorkeur ligt in dit geval? Nou, niet specifiek bij welke taal, maar wel dat, dat de grotere jongens op het gebied van data, dat daar wel afspraken over worden gemaakt. Hoe ga je nou alles met elkaar verbinden? Net zo, bijvoorbeeld de ISCO-ESCO-codering. Met alle ATS'en, al die vacatures automatisch daaraan hangen, de vacaturebank dat ook doet, is veel makkelijker om inzichten over verschillende functiegroepen heen te rapporteren. Dus eens dat er standaarden moeten komen en zo niet, dan weet ik dat JobDigger een interessante oplossing heeft om daar een soort van broker in te spelen. Dus je zal waarschijnlijk ook dat soort tussenoplossingen hebben die van een functie gewoon een ESCO-codering maken. En, maar goed, dat soort dataverrijkingen waar ik het ook over had, super relevant. Dus ja, graag. Dus dat zou zeker jouw voorkeur zijn? Ja. Even kijken. Ja, in het begin had je het over je datawerkplaats en hoe georganiseerd die moet zijn. En hoe ziet jouw datawerkplaats er in dit geval dan uit? Ik denk een beetje tussenin. Dus bij de loodgieter Elected zou ik zeggen, nee, dat valt wel mee. Ik denk dat we het wel redelijk goed op orde hebben, helemaal per klant en ook voor onszelf. Dus we hebben nu dusdanig veel dat soort trajecten gedaan dat we redelijk standaard gewoon een best wel clean werkplaats kunnen maken, laat ik het zo zeggen. En ik wil niet Snowflake pluggen, we zijn geen reseller of wat dan ook, maar zij hebben ons daar, hun platform heeft ons daar wel echt in geholpen om dat gewoon netjes georganiseerd te krijgen. Kost heel veel, nou niet heel veel, kost wat moeite aan het begin, maar daardoor zijn nu alle incrementele stappen die we zetten des te makkelijker en des te fijner om te doen. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, super. Ik zie verder niet verschijnen. Wil je nog even wachten om te kijken of er nog wat binnenkomt druppelen? Ja, tuurlijk. Dus we kunnen nog even een paar minuutjes wachten en zo niet. Dan geven mensen een paar minuten van lunch terug of lunch extra. Ja, precies. Ik zie hier nog een vraag komen binnenkomen van Natasha. Of jullie ook gebruik maken van Data Studio? Nee, niet specifiek. Dus Data Studio zie ik als vergelijkbaar iets als, als Power BI, Click en Tableau. En uiteindelijk maakt het voor mijn gevoel niet zo heel veel uit welke BI-tool je gebruikt. Het gaat er veel meer om de bron waar de data zit, dat moet georganiseerd zijn. Daar moet alles in staan. En of je dan met Data Studio erin gaat prikken of Power BI of wat dan ook, dat maakt iets van uit. Maar we hebben inderdaad wel eens met Data Studio gewerkt. Het werkt best simpel, maar ik denk op het moment dat je echt de meer complexere rapportages met verschillende bronsystemen, merk ik toch dat die andere drie die ik liet zien wel beter daarvoor werken. Ik zie nog Yvonne heeft een vraag over of de sessie is opgenomen. En ja, die wordt zeker opgenomen en die wordt ook nog nagestuurd. Dus het is helemaal niet erg dat je wat later inhaakte. Het kan allemaal ingehaald worden. Nog een vraag van Geert-Jan. Dirk, je noemde 5 categorieën, maar is de 6e categorie recruitment data geen externe data, zoals UWV, IG of Jobfeed? Zeker. Ik heb die nu. Ik zou die denk ik ook zelfs onder marketing, zoals marktdata schouwen inderdaad, of overig. Kijk, op dit moment zijn, ik weet dat jij ermee bezig bent, Geert-Jan, maar zijn er weinig die hun data zo vrijgeven. Maar idealiter heb je inderdaad ook CBS-data, gewoon meer de marktdata. En dat zou dan de 6e categorie zijn. Maar 5 klinkt best wat lekkerder. Dat is ook heel belangrijk. Precies. Dan hier nog van Bart.
Vraagje over data maturity model. Het lijkt erop dat het stuk human input minder groot wordt naarmate je van descriptive naar prescriptive gaat. En denk je niet dat je juist bij prescriptive meer menselijke interpretatie nodig hebt? En in hoeverre valt dat dan te automatiseren? Op het moment dat je meer menselijke interpretatie nodig hebt, dan doe je toch iets fout met prescriptive. Kijk, uiteindelijk zou prescriptive moeten zeggen. Laat ik als voorbeeld geven, in de industrie heb je tegenwoordig predictive maintenance. Ik weet, dus voor de mensen die het weten, je plaatst allemaal sensoren op bijvoorbeeld elektromotoren en generatoren. Die meten via wat de trillingen zijn, wat het geluid is. En die kunnen op een gegeven moment zeggen van joh, over binnen nu en een maand moet je onderhoudsbeurt plegen, anders gaat het ding stuk. En ik zie dat als predictive of prescriptive. Dus dat het zo een hapklare blok wordt gepresenteerd, dat je er meteen actie op kunt ondernemen, omdat je weet wat de negatieve kant daarvan is, wat de positieve kant daarvan is. Op het moment dat je dus inzicht gaat tonen waarbij je heel veel nog steeds interpretatie nodig is, dan doe je niet goed. Dus dat, ik kan me voorstellen, voordat je weer prescriptive komt, dat je heel erg veel gaat R&D, dat soort inzichten gaat maken. Maar uiteindelijk als je presenteert, om echt prescriptive te maken, moet het echt hapklaar zijn. Oké. Okay. Oh, ik zie nog meer verschijnen. Komt er weer een vervolgsessie? Verdieping op deze sessie. Waren we niet van plan met deze meetups? Wel zijn deze meetups dus bedoeld om de arbeidsmarkt zo transparant mogelijk te maken en zoveel mogelijk informatie met elkaar te delen. Dus er komen zeker nog heel veel interessante onderwerpen voorbij. Of heb je nog een webinar dat er aan zit te komen, Dirk, waar je meer hierover gaat vertellen? Bij deze. Als daar interesse naar is, dan zullen we dat organiseren. Nou, dat klinkt super. Helemaal goed. Dan denk ik dat we mooi op tijd kunnen afronden. Super. Hartstikke bedankt voor deze presentatie. Ik zie ook veel reacties dat mensen er erg van genoten hebben, dat ze het een mooie presentatie vonden en zeer interessant vonden vooral. Fijn. Dus wordt vervolgd, lijkt me. Komt goed. Super. Nou, fijne lunch en alvast een fijn weekend, zou ik zeggen. En mocht je vragen hebben, is gewoon niet om contact met me op te nemen. Zeker niet. Oké, super. En bedankt voor iedereen die nog in het webinar zit. Bedankt voor jullie meedoen vandaag. Joe. Doeg.